hangen dingen aan de moor. Dat ze dings van, ik heb het alles gezien. Oké, met hè, de dingen van, dat heb ik alles gezien. Maar wat bliek dan dat ze aan het doen is? Ze is, wat is het? Benzine in de tank aan het doen? Ja, maar dit, nou ja, dat is... Schitterend. Dit is 6 november, een jaar geleden, is dat hij opgenomen op een zondagmiddag met 20 man. Van de Bromfietsblad uit Moordrecht. Met allemaal al de klei eraan. Ja, hebben ze heel alles vertummeld binnen met lampen en die stonden op. Oh, dus dit was hij? Hey, in deze ruimte is dat gebeurd. Ja, geweldig. Ja, echt binnen ook schoon van haar oog. En het is, ging over het melkmeisje van Vermeer eigenlijk. Ja, ja. Hè? Maar dat kon in Wout Meppeling, die dan de regisseur was van het geval. Die zegt, wij maken daar het benzinemeisje maar. En Laura was het benzinemeisje van een schoon meisje uit Strandbrooi. Oh. Huub, Vermeer draait zich om in zijn graaf, man. als de huurt dat Emus van zijn melkmeisje het benzinemeisje gemaakt heeft. Dus? En dat waren schoonvrouwen, echt. Ook een heel schoon. En die hebben ook een museum in Strandbrooi, die mensen van Brea. Laura, echt. En die hadden de dochter van ook. Echt een goeie vrouw, die als ze ergens toch met als ze komen ze me tegen, noemen ze me overal met haar. En dat is gewoon een klik en een hele groep mensen. He. Huub, waar zou je zich zien zonder die een humor? Niks meer. Drink geen vermoed als je vermoedt dat je nog ver moet. Dat er nog zien er nog lui die dat drinken, vermoed. Ja, hé, hey, en... Even terug te komen over die Laura. Ja, die vertel scheren van vrouwen, hè? Ja, ja. Oh, ja. Dat maakt dus niks uit. Vertel, maar, wat was toen het geval? Dus in de keuken ook. Ik was ook bij dat tafereel, maar ook als boer zal ik zeggen. We een soort aardappelhandelaar. Dat is smokkelen van erfgenamen door andere mensen is op gebaseerd, ja. Maar wat bleek nu later? Laura die raakte in verwachting, dus het weer ze toch weer het melkmeisje. Snap je hem? Ja, ik snap hem. Goeie grappen moest ze nooit uitleggen. Wim, tot slot. Ik vroeg net aan Huub van, wat zou je zich zien zonder die en humor? Wat zou je als trouwe bezoekers van hey zien zonder de humor van Huub? Ja, ik kan Huub al, dat hoor ik. Echt hoor, ja. Vroeger op een boerderij bij ons al. Ja, we hadden al de boerderij gehad op in Wiert. En daar komen we toen al. En toen is in de heel stuk niks. En nu zien we wel weer. Hmm. 18 jaar. Rond 18 jaar komen we alweer heen. En ja, we vullen ons heen. Iedereen is hier, ken je ons. Ja. En ook wie truster nog woord, ouder dan is dat woord. Ja. Iedereen moet wel terug. En die vulling van de buurtpad, groepjes te doen, het knutselen, bloemstokjes maken met koos of kerstmis of die vulling van de Solisclub. Dus eigenlijk kan iedereen in Strandbrooi in Huub aan de kerk. Ja, dat kan Huub, ja. Ja. Dat is abnormaal, ja. Dat is... Huub! Want dat zuust ik anders niet. We zetten nu de camera uit. Moeten we samen nog even een weesje groetje? We moeten nog in de scheur zitten. Waarom mag ze dan de missen? Waarom mag ze dan de deur dicht? Nee, de Solex, zei je die gezin die heeft. Ja, die was net even mee naar binnen gekomen, of niet? Ja, heel even. Nee? Hebben ze de deur toegedaan? Ja, daar is hem toegedaan. Nee, godverdomme. Ja. Wacht je maar weer, ik sloot wel. Vloeken in de kerk. Dan moet je even... Ja? Je moet... Kun je ook even uitschijven met film. De deur staat half open. Ja, dan zien we boete. Ja, ja. Oh, we gaan nou echt door naar de scheur. Ja. Want daar dacht ik tijd over gewoon. Wat voor de Solexen? Ja, die scheur met motor met brommers. Nou ja, we hebben laatst aan hebben we bij Peter van der Boortoren natuurlijk al enorm veel brommers gezien. Ja, dat klopt. Maar Peter heeft een heel andere soort als wij. Oh, ja. Hij vindt ze geen zunder, maar geen kruiper. Die vindt ze alleen maar Solex. Nee, nou niet. Ook niet? Franse, Duitse, Engelse, Italiaanse, Russische, Zweedse, Oostenrijkse. En dan hebben we het nog steeds over brommers, niet over trouwen. Nee, fietsen met hulpmotor. Ja, fietsen met hulpmotor. Oh, dat is dat ding. Ja. Ze zocht er wat wimmelen. Fietsen met hulpmotor. Kijk. Ja. Dan houdt hij even tegen de moor, dan werd er weer worden is. Ja, zeker.
Normaal heb ik een andere stek bij elkaar. Kijk, want hij, achter die poften, heb je die gezien? Ja, dan brommer die muur vast zit. Ja. Ja. Heb je die erop al? Met natuurlijk ook weer een beeldje van Jezus erbij. Ja. Ja, dat is niet Jezus, dat is je zus. Oh, dus eigenlijk hebben we altijd verkeerd gezeten met het geslacht van... Ja, want Jozef en Maria... Ja, die hebben dus eigenlijk een dochter gekregen. Nee, dat klopt je niet, hè. Oh. Want dat kindje Jezus, hij eigenlijk twee vaders. Kankerberg. Ja, Joe en Sef. Niet Jozef. Weer dat is maar, daar ga je echt een wereldfilm mee open nu. Alsof alle puzzelstukjes ooit van het mysterie van het geloof in één keer op zijn plaats vallen. En dat allemaal bij Huub aan de kerk. Een stramprooi. Fietsen met hulpmotor. Huub, ja. Waar moeten we naartoe? Ja, kijk. Waar moeten we naartoe? Heb ze dit ook gezien? Jouw sleutelbeen. Ja? Ja, dat hebben we net op de Hinweg toen we richting de Haan gingen. Hebben en door. Kruis hebben we ook. Oh ja, de sleutel. En de piepsleutel erover. Kijk, je vrouwke nee. En die ziet piepsleutel. Zeg, nee, vrouwke. Dan moest die piep langer maken. Piepsleutel moet dat weer. Dus niet langer piepen, maar de piep langer maken. Ja. Ja. En dan zit hij. Ja. De koning van de woordkrappen. Waar ga je ze in, Huub? Hier zit nog. Wil je mee binnen dat kuurtje dus pakken met de stieren? Ja, ja. Dat is nog niet heel klaar. Een wandelstek met een stokbrood, maar dat is nu al aan het proberen. Dan heb je een stokbrood. En door aan de kant zit je een stulke tegen de moer. Zie je dat toch? Ja, wat is het, de moes? Een rot. En dan neem je een kabel aan met een stekker en er moet nog een bordje bij komen, of haargeer een bordje bij. Elektrische stoel. Een siderkuurtje. Hé? Hé, op het tafel, siderkuurtje. Mooi. Oh ja. Hé, een kuurtje met een stier erin. Ja. 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 Begon er nog een regenbaaf u. Ja, ja, ja. Nou, vertel. Kijk, dit kun je straks ook aan de moer hangen. Ja. En dan kun je achter een plaat tegen. En die plaat die stukt dan strak in de strook onderhoed van Trespa. En dan kun je tegen de moer hangen. Met een opschrift op de strook die je onder kunt. Ik verveel me stierlijk. Heb je de scheuren open, jongens? Ja, de scheuren is open. Oké. Okay. Ja. Ik ga die al open gemaakt. Dat is goed. Heb je ook leeg aan gemaakt, jongens? Ook leeg aan gemaakt. Overal geweest? Boven ook? Nee, boven zijn we niet geweest. Okay. Ik weet niet wie de lamp van boven aan moet. Ik weet niet als ze naar boven her gaan. Waar je in de verlichting van boven zitten? Zit je heen? Nee, die zit boven. Oh, dan zal ik even... Verschrik dicht mee. Aan de linkse kant, hoor. Ja. Is ze pas opgeruimd, hé, binnen? Nee. Dat is eigenlijk zo dat ik eigenlijk goed even rond de kinderen zonder dat ik die eigenlijk met de buffel op kan zetten. Aan de linkerkant zie je. Achterdoor. En deze verzameling samen met mijn zoon nog, de is. Die stond er dikke 150. Goed en slecht, en dat hebben we de mensen. En boven en onder proten we over 150 brummerkes. Ja. Fietsen met hulpmotor. Sorry. Nee? Fiets met hulpmotor moet ik zeggen. Hè? Ja, maar kijk, er staan ook een paar gewone brommers bij je. Maar ik wil zeggen, geen Zundorp, geen Batavus, geen Kruidler, geen Poeg. Hier lang de genre als Peter van de Boogtoren eten. Dus eigenlijk zou je Peter van de Boogtoren hier enorm jaloers op moeten zien. Nee, maar we zitten echt niet in hetzelfde schuurtje. Nee, je zit echt in een heel ander schuurtje. Hier zijn overal papieren bij je, Peter heeft er nergens geen bij je. Dat ga je toch niet rijden. Dus nou, dat is gisteren geweest. En Peter duidt ook niks weg, heeft hem ik verteld. Nee. Die verkuipt niks. Nee. Die ook niet. Jawel. Dus even ze toch niet allemaal meer bewaren van mij. En de kinderen zelf niet meer met rijden. En de kinderen niet meer aan het sleutelen. De mensen toch dat ze van rechts of nee. Maar af en toe in de fiets lopen, dat ga je nog wel. Ja, dat heb ik dan gisterenmiddag gedaan. Ja. Hierdoor lukt ze wat vuil of de niep te gaan, maar dat is dan niet erg.
Ik heb ook op een boom blijven liggen, maar dat scheurt ook niks op. Ja. Dus af en toe de hand kapot uit. Ja, dat maakt niet zo. Dat is niet erg. Hey, en de tandem, worst ik, stijt de hij ook? Ja, achter. We hebben twee tandem. Oh hé! Hey. Einde met een meutertje voor op en einde tandem met een meutertje achter de tegen. Heb ze dan ook vaste mensen waarop ze mee gaan rijden? Ja, is nood. Kijk, met een zoen. Ja. Tandem rijden is voor de rijder best moeilijk. Hè? Ik moet stil blijven zitten achter. Hè? En weet je wat ik in een keer deed dan? Hè? Nou? Dan zorg ik achterop. Hè? Op de, met de Vicky, de motor op de zekerhand. Ik vind even dat is 4 uur. Maar in ieder geval, op een tandem zat ik dan achterop. Hè? En ja, dat kon ik zelf ook al niet meer rijden. Hè? En dan loog nog eens een paar in de scheur, een paar ooit Playboys. Dan noem ik ze een Playboy met. Hè? En dan zat ik achterop, werd ze wel met die Playboy. In het midden die vrouwen stonden, werd ze wel. Met de bijmoe, zal ik zeggen. Hè? En dan kwamen ze langs rijden bij mij. En dan keken die allemaal, wat is er gebeurd? Ik meurde hem gewijd. Jongen, we hebben wel een volgotje, dat denk ik. Ja. Echt. Met de Playboy op de tandem. Ja. Hier de scheur hebben vroeger verken in gezeten. Heb ik verkenstel van gemaakt toen hier de scheur werd afgebroken, opgebouwd. Toen zag ze in de hoog ook een grote foto met drie vrouwen op de bakfiets. Als ze hier rechts op loopt en dan de achteraan links. Oh ja, daarachter. Ik verzamel afgedankt spul. Ja. Dat was dan optok van de carnaval? Nee. Nee. Dan pak ik immers bij de Nerm, hé, die me vroeger. Ja, dat is goed. Vroeger had je dansen met ritjes bij voetbalverenigingen. Ja. En die hebben op het doornhuis niet meer. En toen worden er dames van Rood van Elf, ik ben 23 jaar bij de vastloonvereniging geweest in Europe. En dan had je van die vrouwen dan, die worden dan net gewoon als narinnen. Dus een stukje FIFA dan zo van die pekjes voor narinnen gingen die met. Hè. Maar op een gegeven moment zit de voorzitter van de vastloonvereniging, die zit, ja, de narinnen stoppen ermee. Stoppen met die weer afgedankt. Oh, je denkt, dat is jammer. Je denkt, ik verzamel ook afgedankt spullen. Dan heb ik die vrouw gevolgd, heb ik eens een bakfiets bijeengedaan op Kellelel en heb ik kapot gefietst deze zondag, man. Oh, dat ben ik? Dat ben ik. Ja, je met korte bevels moet ik rasseren met de camera. Hè? Is dat hetzelfde merk als van de wasmachine?